Gebruikt u ze ook wel eens? Nee, gebruik het type. Ik kan typen met één vinger, maar verder, nee. Dat type, dat gaat de computer dan beter. Het begon allemaal met één exemplaar van de vlooienmarkt, die uit elkaar werd gehaald en weer in elkaar werd gezet, waardoor Leo Sanders uit Nijnsel geïnteresseerd raakte in de techniek van de oude typemachine. Inmiddels spaart hij ze al 36 jaar lang. Zijn collectie bestaat momenteel uit zo'n 300 exemplaren. Van Olivetti tot Remington en van braaien- en steno-machines tot lintdoosjes en accessoires. Ik koop machines en ik maak ze, ik haal ze uit elkaar en ik probeer ze natuurlijk zo mooi mogelijk te maken. Om ermee bezig te zijn, dagen aan een stuk, want ik heb wel eens machines waar ik misschien weken, maanden aan gewerkt heb om ze in orde te krijgen. Ik heb hier eentje staan die kreeg ik van een verzamelaar die toen al uit Amerika al 30 jaar geleden, maar die kwam helemaal gebroken in 6 stukken kwam die aan. Prachtige machine, maar ja, die kon er niks mee, die heb ik zo meegekregen. Maar die heb ik helemaal uit elkaar gelast en opnieuw gespoten en helemaal, dat is dan leuk om daarmee bezig te zijn. Ik kijk elke dag op eBay wat er te koop is. En dan typemachines, ik koop op het ogenblik heel weinig typemachines, maar lindoosjes, dat is dan best beter betaalbaar. Maar ook duur, want als je dat apart zoekt, die vragen ze ook veel geld. Maar dat is dan dat is op eBay allemaal te vinden. Een klein deel van de collectie zal vanaf 15 oktober worden tentoongesteld in de plaatselijke bibliotheek.